is in de familie Myers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk eens al ik mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op die abonneerbutton, daar blijf je van alles op de hoogte. En het zal hartstikke leuk zijn als je lid zou worden. Dus in ieder geval, doe dat vooral. En dan binnen 3 tellen, dan ben je geabonneerd. 3, 2, 1. Oké, ja, heel goed gedaan. Nou, ik sta in de keuken. Ik ga lekker lunchen. En ik heb hier een ander heb ik gedaan. Kijk eens. Ik heb hier heerlijk lekker gepoetst en dat soort dingen allemaal. Dus ja goed, ik ben er weer thuis. Ik ben weer thuis en ik heb er weer erop zitten. Erop zitten en het is wel weer fantastisch. Maar goed, in ieder geval, ik ga eerst even lekker lunchen. En dan praten we zo weer verder. Zal ik eens even gaan kijken of die tweede ook klaar is? Ik denk het wel. Ja, zeker. Die is ook weer klaar. Lekker warm, ja ja. Nou, die ga ik ook nog eten. En dan kunnen we weer verder aan de slag gaan. Ik heb de lunch heb ik op, dus dat is helemaal klaar. En het was ook heerlijk lekker tossiekaas. Ik ga de boel even hier opruimen en op zijn plaats zetten. En dan neem ik jullie mee naar boven toe. Tada! Alles is op zijn plaats. Nou, ik heb ook boven de was opgehangen. De volgende is al heerlijk aan het draaien. Dus dat komt piekfijn in orde. Ja, en de wc heb ik ook even een beetje met de borstel even een beetje gedaan. Dus dan is dat ook weer schoon. Dus het huisje is weer schoon. Kijk, ik heb hier de was even opgehangen. Ja goed, die gordijn vliegen naar buiten. En dan ga ik ook even hier even alles opruimen, het bed opmaken en dat soort dingen allemaal. Dus dat gaan we even doen en dan heb ik het gehad. Yes, eerst aan de slag. Eerst even aan de slag en dan plezier. En zo, ik heb het alweer helemaal klaar. Kijk eens, hier is alles alweer netjes opgeruimd en op zijn plaats neergezet. Dus ja goed, in ieder geval, dat is helemaal klaar. De was is nog heerlijk aan het draaien. Ja, en dit zou blijven. Altijd houden, zolang het waait. En want ik heb ook hierboven even de ramen even lekker open. Ik kan het even lekker luchten. Hè? En beneden ook uiteraard. Keukenraampje heb ik regelmatig open. Dus daar kan het ook wel weer doorluchten. Want anders krijg je van dat schimmel. En dat is niet zo fijn en ook niet goed voor je gezondheid. Is dat niet. Dus als je regelmatig doet luchten, dan is dat echt. Dan heb je geen schimmel. Want als je alleen maar alles potdicht hebt, zoals de buurman hiernaast, die heeft alles potdicht, maar goed, moet hij allemaal zelf eten, dan krijg je inderdaad schimmel en dat soort dingen allemaal. Dus, maar goed, ik ga me heerlijk lekker douchen en dan omkleden en dan zien we jullie dadelijk. Ik heb me heerlijk lekker gedoucht en aangekleed en ik heb gelijk de schoenen aan. Want ik ga er heel even vandoor. Ja goed, ik moet nog sowieso tanken. Ik zag dat het nog tijd is, dus dat is dan wel weer mooi. Dus ja goed, ik ga even de spullen pakken en dan zet ik de scooter ook gelijk even aan. En dan komt alles dik in orde. Ik heb mijn jas aan en ik heb de scooter ook aangezet. Dus ik ga even richting de woonboulevard. Wat ik daar ga doen, dat zien jullie zo. En ik ben bij het tankstation ben ik aangekomen. Dan zag ik net een bus hier langs rijden. Van Vitesse. Er zaten geen spelers in, heb ik gezien. Ja goed, die gaat terug naar Arnhem. Ja, dat is toevallig. Ik zag hem aankomen rijden en afstaan. En ja goed, dat is wel mooi. Want zoiets maak je niet gauw mee. Ja goed, laatst met groene ster. Maar ja goed, ik moest toch tanken, dus dat is wel leuk. Ja, nou, hij is weer vol. Dopje erop. En dan gaan we binnen betalen. En dan ga ik dadelijk even hier naar de overkant naar de woonboulevard. Ik heb betaald, dus we gaan op naar de overkant. Ik ben op de woonboulevard. Dus, en dan zal ik gelijk even kijken. Hey, ik ga even naar Leen bakken, want ik moest even wat gaan oriënteren. Dus we gaan even naar binnen. Nou, ik heb het gevonden. Even zoeken, ja. Even in de maat wat ik nodig heb. Nou, ik zit hier op de beddenafdeling. En wat is nog gebeurd?
De laaks waren in één keer kapot gescheurd. Ja goed, dan ga ik eens even kijken voor andere. Hè. Dus even zoeken. Ik heb het gevonden, dus ik heb even een mandje even gepakt. Dus dat is wel mooi. Hè. Ik ga gelijk even een beetje snuffelen. Hè. Kijken en dat soort dingen. Ja. Ja, ik heb alles. Ik ga naar de kassa. Ik sta weer buiten van Leenbakken en ik heb wat ik heb moeten. Dus we gaan verder. En dan ben ik op heel rij bij de Action. Ga ik hier ook even kijken of ze het hebben. Dan gaan we naar binnen. Want hier moet ik ook altijd even zoeken waar het ligt. Ik heb wat ik heb moeten. En laat ik strakjes thuis zien. Dus op naar de kassa. Zo, ik ga de winkel verlaten. Ik ga het in de scooter leggen, dus ja. Dus, ik heb het in de scooter gekregen, ik ga het nog even glas maken. Ik weet niet, voren is een glasbak. Dus dan rijd ik daar even naartoe en dan ga ik richting huis. Yes. Ik ben thuis aangekomen en dan hoorde ik dat de was klaar is. Dus die ga ik telkens eerst even boven zetten, nieuwe aan. En dan laat ik zo zien wat ik gekocht heb. Ja, niet gesponsord, zelf betaald. Ik heb de was heb ik opgehangen. Linda is ook thuis gekomen en die is zich boven aan het douchen. En ze zegt tegen mij, je hoeft daar niet te halen. Want die heeft nog huiswerk. Wat hij op school maakt. Dus ja goed. Daar is de kat. Daar is die. Ja. Dus ja goed, in ieder geval. Ik ben alleen bakken geweest. Ja, jullie zullen het wel een klein stukje hebben gezien. Maar ik heb nieuwe hoeslakers heb ik gekocht. Twee stuks. En kijk eens, hele mooie handdoeken bij de Action. Het is niet duur, voor 1,80 euro heb je een handdoek. En die washandjes kosten iets van 55 cent of zoiets, weet ik veel. Maar ja goed, we hadden handdoeken erbij. Ja goed, die slijten en dat soort dingen allemaal. Maar even over die hoeslakers. Toen wij het bed kochten, dat is bijna meer dan 10 jaar geleden. En ja goed, dan slijt het allemaal met en met. Dus ja, dus zodoende heb ik nou nieuwe hoeslakers gekocht. En we hebben er echt heel lang, ja, 5-6 jaar of zo hebben we met de eerste gedaan. En de tweede, ja, die ging dan iets vlugger wat kapot. Omdat, ja, materiaal was wel goed dan niet van. Maar ja goed, het is materiaal. En materiaal slijt. Dus, en daarom hebben we dat nou gedaan. En weet je wat nou het voordeel met deze is? Niet gesponsord, zelf betaald. Wij hebben een bed van 1,80 bij 2. Is ruim voldoende voor ons tweeën. Maar wat is nou bij die hoeslakers van Leenbakker? Ja, Leenbakker. Ik wil de naam niet, hoe heet het, sponsor of zo, dat niet. Maar ja, goed, dan moeten ze mij producten geven. Ja goed, het zou leuk zijn om te promoten in de vlog. Maar goed, het voordeel is met deze lakens, is dat ze nog eens 25 centimeter eromheen hebben. Dus daar zit een soort koordje zit daar. En dat zie je dan, en dat is dan een kleine 25 centimeter extra. Dus eigenlijk hebben we lakens van 2x2. Om het zo te zeggen, dus ja. En dat is dan ook wel weer mooi, want we hadden dat bed van Daan toen gekocht. Vorig jaar was dat geloof ik ergens in maart of april, weet ik veel. Maar goed, maakt niks uit. En het staat nog echt perfect, dus... want ik heb het toen naar boven gesleept en dat soort dingen allemaal. Want kijk die vlog ook terug, want dat is een aantal... een dik jaar is het geloof ik terug... dat we dat gekocht hebben. Maar goed, dat maakt voor de rest niet uit. Maar toen hadden we dus ook lakens bij Leenbakker gekocht. En toen was ik aan het twijfelen. Ik denk, is dat wel de goede maat? En die kassajuffrouw zei, ja, dat klopt. En als het niet klopt is, dan kom je maar terug. Weet je, hele verhalen is ook super... ze hebben ons toen super goed geholpen, moet ik zeggen. Dus, en sindsdien weet ik dat. Dus... ja goed, en dan heb ik zoiets van, dan ga ik wel liever, ja goed, je betaalt er wel iets meer voor, maar dan heb je ook tenminste zekerheid. Want als ik aan die lakens van Daan voel, ja goed, wij houden van katoen lakens. En synthetisch, dat gaat niet zo goed met ons samen, zal ik zeggen. Dus, en dan hebben we daarom liever katoen, omdat dat, ja, het ligt voor ons...
ligt het heerlijk. Ja. En, en het is ook voor in de zomer dadelijk. Dan is het ook niet zo warm in bed. Kijk, en met synthetisch is het wel makkelijker voor in de winter. Maar ja, wij hebben toch gekozen om katoen. Ook al is het winter koud. Die katoenen lakens liggen echt heerlijk, moet ik zeggen. Ja, dus in ieder geval, ik ga het naar boven brengen. Even op bed leggen en dat soort dingen. Dit gaat in de kast. Dat komt volgende week. Want ik heb nog een laken, die is nog goed. Want daar zaten hele kleine gaatjes. Zaten op een klein plek, weet je wel. Dat is meer bij die voeten en zo. Dus, maar die laken is goed. Maar die laken wat ik heb gewassen, zaten echt van die gaten erin. Dus, mocht je eraan denken, ja goed. En ook dat soort materiaal, dat gaat dan de bestas in. Dus ja goed. Maar in ieder geval, ik ga dat even opruimen, even boven zetten. En dan kom ik zo bij jullie terug. Yes! Ik heb alles alweer gedaan wat opgeruimd moet worden. Nou is Daan net thuis gekomen. En wie is daar ook? Hallo. Linda. Dus ja. Dus we zijn weer helemaal compleet. En daar is die. Heb je een leuke dag gehad? Ja. Goed zo. Nou, we gaan even de tas en dan gaan we even chillen. Welkom bij de nieuwe aflevering van Koken met Walter. Nou, ik sta in de keuken, we eten vandaag fusilli. Ja goed, het is voor mij pasta. Het gaat aan saus, dus daar wou die ook een keer eens uitproberen. Nou, ik heb het water al opstaan, zoals jullie zien. Geniet van de beelden wat ik ga maken. Daar is de kat, die moet ook nog verzorgd worden. En dan komt alles dik in orde. Dus ik ga jullie neerzetten en ik neem jullie gezellig mee. En jullie staan paraat. Grapje. Oh nee, ik hoop dat jullie lekker zitten. Ik ga er in ieder geval lekker achterop op uitleunen. Lekker. En geniet van de beelden wat ik hier ga maken met mijn kookkunsten. Heerlijk toch, hè? Geniet er veel. In ieder geval van. Pak wat lekkers te drinken bij. Pak wat een lekker snackje erbij. Whatever. Doe dat vooral. Nou, de boter is bijna gesmolten. Dan ga ik zo het gehakt doen. Nou, vandaag hebben ze het plastic opgehaald. Dus dan is het weg. Nou, het gehakt. Kijk, klein maken. En fijn. Klein en fijn maken. Zo doe ik altijd stampen. Nu zet ik even het gas lager. En goed, ik heb nog geen camera, maar dus dat zou wel ideaal zijn. Top. En dan doen we even de gehaktkruiden door. Ja, kijk maar. Lekker veel, hè? Heerlijk. En dan gaan we erin roeren tot het klaar is. En dan kan die heerlijk lekker afgekoeld worden. In het vergiet, dan gaat alles eruit wat eruit moet, qua sap en dat allemaal. En dan hebben we een heerlijk lekker stukje gehakt wat overblijft. Ervan. Zijn jullie heerlijk aan het genieten? Lekker op de bank. Fantastisch. Een dikke duim voor jullie.
Nou, het gehakt is lekker bezig. Dan ga ik een kleine lepel even pakken voor dadelijk. Oh, want ik moet die zak ook. Oh, wacht, hier heb ik een schaar. Klaar. Hebben we dat ook weer klaar? Dit gelijk opruimen. Ja, jullie zien het goed. Dan ben ik nog wat vergeten. De beroemde kookwekker van ons. Tadaa, van ons. Even openmaken. De kat moet nog verzorgd worden. En gezellig koken met Walter. En mocht je ons onderweg ergens tegenkomen of wat dan ook, en je wilt een foto, geen probleem, dat mag allemaal. En als je zegt van, goh, ik wil eens een keer bij jou in de vlog komen, of bij ons in de vlog, dan mag dat ook allemaal. Als je dat zelf wilt, hè. Moet je dan zelf even aangeven als je in de vlog wilt. En dan zie je dat een iets langer als een week, zie je dat weer terug. Ja, en wie is daar? Ja, je moet nog even wachten, hè? Ja, hè? En zeg maar dag mensen. Zeg maar dag mensen. Dag. Nee, niks. Ja, want ik was net de was boven op aan het hangen en is hij aan het miauwen. Dan zit Linda gewoon in de woonkamer en dan gaat hij toch. Hallo, zeg je. Ik weet niet of je die filmpjes ooit gezien hebt. Maar dat is wel grappig. Dan zijn ze dan, dan hebben ze het niet in de gaten. Die katten en dan gaan ze gewoon naar de trap. Kijken ze naar boven. Miauw. Miauw. Wat? Dat is dat wel leuke filmpjes zijn dat. Ja, dat staat ook op YouTube. Thomas. Hallo. Ga je wandelen? Ja. En ik geef altijd een reactie terug, hè. De kat. Zo altijd leuk. Hallo! Nou, dat was daar, die moest het wel aan. Maar goed, ik ga even deze deur dicht doen. Daar! Het blijft verwarmd een beetje binnen, hè? Ja, goed, we moeten toch stoken met koken, hè? Het is best wel lekker warm zo. Heerlijk, heerlijk. Beetje opwarmen. Huh? Beetje heerlijk opwarmen. Zo, het gehakt is klaar. Dan gaan we dat even netjes afgieten. In het vergiet. Kijk maar hier. In het vergiet. En dan doen we het terug
in de pan. En dat doen we ook. Goed, dan gaan we de saus erin doen. De pan begint nu te koken met water. Dan komt dat er goed uit, want ik had het van tevoren al aangezet. Zo. Dan dat morgen weer meegenomen worden. Ja. En dan heb ik de saus in de pan. En zoals je ziet, begint het water te koken. Even door elkaar mixen. Dus tijdens het water. Aan het koken, goed. Zo. Ja, ging even lastig, hè? Maar, hier. Hopla. Nou, dan doen we dat gelijk hier in het plastic. Het is een beetje lastig alles met één hand doen, hè? Kijk, dan heb ik zo'n lepeltje. En dan doe ik dat even zo roeren. En dan is het wachten geblazen. Nou, dit ook af en toe even wat roeren. En dan wachten we even. En dan, ja goed. Het is ook al aardig al donker. Surprise! Huh? Dus... We nemen even een pauze voor deze aflevering en dan kom ik zo bij jullie terug. Het belletje is net gegaan. Welkom terug bij de aflevering. Ja. Oh. De dingen is klaar. Even op tafel zetten. Dan gaan we dat even afgieten. Alles is klaar. En dan kunnen we dat eigenlijk... Issen, hè? Lekker issen. Lekker eten. En je merkt echt dat we naar de lente op gaan. Want het is nog wat langer licht. Wordt nog steeds... later donker, maar ja, het is pas in februari, dus ja goed, daar ik wel donker daar niet van, maar zo, dat erin. Dat daarin, die hebben we niet meer nodig, even mixen, pakken we even de mixer. Het is wat makkelijker als de spaghetti. Maar ondanks dat is het ook heerlijk. Zo, dan gaan we even wachten, want ik wil jullie heel even wat laten zien. Het is prachtig weer. Moet je kijken. Het regent. Huh? Het is weer pet. Maar ja, goed. Dat is dat.
Ik ga dit meenemen. En dan gaan we heerlijk lekker aan tafel. Komen jullie aan tafel? Ja, dus in ieder geval. Dat is dat. Dit is klaar. Je is blij. Dus in ieder geval, wij gaan heerlijk lekker eten. Wij zijn klaar met eten, dus ik ga de boel weer hier gezellig opruimen. Heerlijk opruimen ook zeggen. Ja, dat kan ook wel. Ja. We hebben heerlijk gegeten nogmaals. Het was lekker. We hadden nog ijsjes, hadden we nog. Dus die hebben een lekker ijsje. Ondanks dat het winter is. Maar ja, qua temperatuur was het vandaag echt heerlijk. Want volgens mij was het een graad of 12, 13 hier. Want ik reed op de terugweg hierheen. Vanmiddag. En ja, het was lekker warm. Dus ja, goed. De lente komt langzaam eraan. Maar ja, goed. We wachten even wat Maart zich gaat doen. Dus dat zien we dan wel weer. Maar in ieder geval, Maart roert zijn staart. Ja. Kan het ook nog winter worden. Ik had boost. Maar goed, in ieder geval, dat is dat. We gaan de boel opruimen, aanrecht schoonmaken en dat soort dingen allemaal. En dan komt alles dik in orde. Dag Linda. Hoi. Nou, in ieder geval, even aan de slag. En kijk eens. Tada! Alles is er weer opgeruimd. En hier is ook wel alles mooi schoon. Picobello. En ik heb gedeeltelijk van het ontbijt al klaargezet. En dan ga ik deze aflevering ga ik stoppen. Nee, grapje. Ik ga bij deze de vlog ga ik dan afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. Dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is. Wensen we jullie toe. Al het goed. Ja goed. Dan gaan we bij deze dan afsluiten. En dan zien we ons morgen weer in een gloednieuwe vlog. En word even lid. Dat zou leuk zijn. En druk even op die abonneerbutton. Doei. Tot morgen.